Een reportage van Volta. Docenten vertellen over hun tijd als Barlaeaantjes. Een spannende spelshow tussen tweede en vierde klassers. Dat en meer in deze aflevering van het Barlaeus Journaal. Hallo allemaal, welkom terug bij het Barlaeus Journaal. Dit is alweer de laatste aflevering van dit seizoen. Nu eerst. Elk schooljaar is op het Barlaeus weer anders. Nieuwe activiteiten, nieuwe eerste klassers, nieuwe docenten. Maar wanneer het schooljaar op zijn einde loopt, is het vaak ook tijd voor afscheid. In de vorige aflevering hebben we klas 6 al uitgezwaaid en vandaag willen we ook graag afscheid nemen van een aantal van onze geliefde docenten die het Barlaeus gaan verlaten. De een gaat met pensioen, de ander gaat zijn loopbaan elders voortzetten. Wat ga je het meest missen aan je tijd hier op school? Leerlingen. Leerlingen zoals jullie. Ik bedoel, er zijn leerlingen die ik niet zal missen, zal ik je heel eerlijk zeggen. Okay. Maar ik heb ook zo ontzettend veel hele lieve, hele getalenteerde leerlingen gehad. En dat ga ik heel erg missen. Leukste herinnering zijn lessen en leerlingen die dan maanden later blijken te onthouden wat ik heb gezegd. Maar ik dacht van, ja, ik ken straks geen enkele leerling meer. Oh, die bel, die ga ik straks nog wel missen misschien. Nou, ik denk het eigenlijk niet. Wat zou jij, denk je, leukste activiteit buiten bijvoorbeeld lesgeven vinden? Ja, dat heb ik altijd de MTP gevonden. Daar stonden leerlingen te schitteren. Ik vond het heel leuk om daar mee te werken. Dus... En kijk jij eigenlijk, nu je hier dan zo lang gewerkt hebt, ook anders terug op jouw eigen schooltijd? Ik heb vaak gedacht hier op school van wauw, ik wou dat ik op deze school gezeten had. Dat zie ik ook in de pauze als ik al die stralende gezichten zie van leerlingen. Wauw, wat een school. Wat een voorrecht om op deze school te zitten. Ik weet niet of jullie dat zo ervaren. Zeker. Maar, Het allerleukste, Barlaeanen laten je niet met rust. Dus ik wil eigenlijk vooral de Barlaeanen bedanken. En als jij ons nog iets zou meegeven, een wijze les? Ja, het is zo mooi het leven. Het is zo fantastisch. Voordat je weet is het voorbij, ben je 66. En dan moet je het gevoel hebben van, wauw, ik heb een goed leven gehad. En op dat moment kan je dat niet meer veranderen. Maar als je jong bent, dan kan je daar nog alles aan doen. Hartstikke bedankt, Bart, voor het interview. Ja. En ik denk dat we je allemaal heel erg gaan missen. Heel erg gaan missen. Nou, dat zal wel meevallen, denk ik. Maar dat denk ik niet. Maar ik hoop jullie wel nog vaak te zien. Zeker. Ja. Dankjewel, Bart. En nu gaan we taart eten, toch? En nu gaan we taart eten, zeker. Helemaal lekker. Inderdaad. Ja, ik wil heel graag een stukje taart. Ik heb heel veel hoor. Ik dank jullie zeer hartelijk en bedankt Barlaeus Journaal en tot ziens. We willen Bart en David heel veel geluk wensen en hopen dat ze nog vaak aan ons terugdenken. Daarnaast willen we ook Rini, Alex, Anna, Gwen, Jennifer, Mariatou en natuurlijk Peter Lammers heel graag bedanken voor de mooie jaren. Voor het volgende item is het Barlaeus Journaal afgereisd naar het Westerpark voor een muzikale expeditie. Voor de vierde en vijfde klassers die muziek hebben gekozen is de bandjesavond bij Volta altijd een hoogtepunt. Ook dit jaar hebben we weer mogen genieten van de optredens. Veel kijkplezier! Hebben jullie zin in vanavond? Zeker, ja! Ain't no sunshine when she's gone. Weet je die? Ja, ik vond het echt heel cool om iedereen te zien zingen. Heel fijn, hartstikke goed ook om zo met elkaar te zijn. Alle bandjes en 4, 5. Wat zijn een paar van je grote inspiraties als het gaat om muziek? Harry Styles, daar ben ik echt fan van. Ik was laatst naar een concert geweest, dat was superleuk. 2 mensen, ze zijn beide dood. Jeff Buckley en Kurt Cobain. Ken je The Neighborhood? Nee, maar ik ga er naar luisteren. Ja, echt. Dat is zo goed. Gewoon de rest van iedereen in de groep. Ze zijn allemaal zo leuk en ze doen het allemaal zo goed. Ik heb vroeger gitaar gespeeld, maar dat is echt 40 jaar geleden. Zou het nu niet meer durven. Misschien kan je het volgende klastoernooi in de docentenband. In de docentenband bedoel je? Met de gitaar? Dan gaan we niet winnen, hè? Waarom heb je muziek gekozen? Ja, omdat muziek gewoon het allerchillste vak op het Barlaeus is. Met de liefste docent van de wereld zit je in het klaslokaal Olga namelijk. En de andere helft zit je lekker in de studiootjes muziek te maken. Dus wat is er nou beter dan dat? Velen zullen beamen dat de band die oud-leerlingen met het Barlaeus houden uniek is vergeleken met andere scholen. Oud-leerlingen op de open dag, oud-leerlingen op het jubileumklastoernooi en natuurlijk oud-leerlingen als docent. Vooral die laatste categorie sprak ons aan. Daarom hebben wij met Janne, Rosa, Sander en Willem gesproken en brengen we jullie het volgende interview. Vind je dat het Barlaeus veranderd is tussen de tijd dat jij op school zat en nu? Ik zat de eerste helft van de jaren 90 hier op school. Ik heb in 1996 eindexamen gedaan en er werd meer gespijbeld. De regelingen waren wat soepeler daarin. De school is een stuk groter geworden en ook dat maakt iets uit. Dat betekent dat je de banden tussen leerlingen iets minder hecht zijn, de cohesie. Wat ik wel denk wat hetzelfde is, is dat leerlingen relatief ook wel echt zichzelf kunnen uiten als ze dat willen. Qua karakters denk ik dat er eigenlijk heel weinig is veranderd. Ja, herken ik ook nog wel gedrag dat wij ook wel hadden. Ik heb zeker les gehad van docenten die nu nog op school docent zijn. Dat is bijvoorbeeld nu Adelheid. Ik heb Patrick gehad en Janne. Wim Kraakman. Peter Lammers heb ik natuurlijk ook economie van gehad. En Bart Zevenek. Ik heb Tessa gehad, die moet ik natuurlijk niet vergeten, want haar eerste les was mijn eerste les. Bij Practica heb ik ondersteuning van Maurice gekregen. Paul Luijks heb ik ook les van gehad. En hoe is het dan om nu collega met hun te zijn? Ja, dat is aan het begin even raar. Ja. Maar inmiddels is dat ook weer gewoon gewoon geworden. Af en toe bij Wim sluipt er nog wel eens de oude verhoudingen sluipen nog wel eens in onze conversatie naar binnen. Nou, ik denk dat als je terugkomt dat dat sowieso betekent dat je wel een fijne schooltijd hebt gehad. Ja. Ik denk dat het er wel mee te maken heeft dat het vertrouwd is hier en dat je weet nou ja, in wat voor omgeving je zit. En als je dan ook nog ervoor kiest om in het onderwijs te gaan werken, dat je dan denkt van nou, laat ik eens beginnen bij het Barlaeus. Daar heb ik een goede tijd gehad. Lijkt me leuk om daar te werken. Ik heb wel het idee dat ik kon opbloeien tot wie ik nu ben. Ook wel door de school. Dus dat is wel belangrijk geweest. Ik denk dat het nog steeds kan. En dat vind ik het allerleukste. We zijn dit jaar begonnen met de spelshow voor de leraren. Deze kun je terugkijken op ons YouTube-kanaal. Om het jaar af te sluiten hebben we een spelshow georganiseerd voor een paar van onze leerlingen. Het thema, het Barlaeus. 2 tweedeklassers en 2 vierdeklassers gaan de strijd aan voor de ultieme eer. Gaat oud of jong vandaag met de titel naar huis. Voor welk vak had het Barlaeus in 2002 een prijs gewonnen? Dat is goed. Welke docent werkt al het langste op het Barlaeus? Ja, dat klopt. Welke docent heeft niet op het Barlaeus gezeten? Ja. Wat was de oorspronkelijke functie van het gebouw waar nu Café de Balie in zit? Ja, dat klopt. Jullie moeten iets bouwen dat gerelateerd is aan het Barlaeus. Daarna zal dus jullie beoordelen op originaliteit, creativiteit en natuurlijk hoe goed het eruit ziet. Veel succes! Wat wij hebben gedaan is in S.8, in het wiskundelokaal, zie je altijd van die vormen. En wij proberen dat na te maken met spaghetti en marshmallow. Misschien was hij al opgevallen, maar in eigenlijk alle Barlaeus gerelateerde teksten staat in plaats van een A altijd een alfa. Dus wij hebben het mooie logo van onze school gemaakt, de alfa. Ik heb gestemd op de tweede klas. Ik heb gestemd op de vierde klas. Ik heb gestemd op de tweede klas. Omdat ik het idee van de tweede klas het origineelst vond. Adriaan en Laurens, als prijs winnen jullie de kubus van de vierde klassers. Gefeliciteerd! Bedankt voor het kijken naar dit Barlaeus Journaal. We hopen dat jullie een goed schooljaar hebben gehad. Volgend jaar zijn we uiteraard weer terug en we kunnen jouw hulp goed gebruiken. Wil jij meedoen aan de productie? Laat het ons weten via Insta of stuur een mailtje naar journaal@barlees.nl. Fijne vakantie!